Hey, hallo, de Recreant hier. Een poosje geleden heb ik een post geplaatst op Instagram waarin ik aangaf dat ik mijn logo ging veranderen. Nou, dat is inmiddels gelukt. Bovenin het beeldscherm heb ik het iets veranderd, maar ook op mijn hardloopkleding heb ik het laten drukken. Dat kan ik dus niet alleen. Dat heb ik samenwerking gedaan met Aaron Kors van Sportsking, ook de leveranciers van de t-shirts. Die heeft het in samenwerking gedaan met Sandstra Design in Gorredijk. Ik heb ze gisteren opgehaald. Het is vers van de pers. Ik ben er erg blij mee. Zijn jullie ook zo benieuwd? Kijk dan even mee. Dit is de voorzijde van mijn hardloopshirt. Met erop mijn bouwjaar. Het nieuwe initialen logo. En de merken waarmee ik hardloop, waarmee ik contact heb gehad, ze wouden niet sponsoren, maar ik mocht wel hun merken dragen, uiteraard. Natuurlijk niet ontbreken. Dit is dan de achterzijde van mijn t-shirt, met erop het vernieuwde logo. Het logo van YouTube, het kanaal waar ik mijn filmpjes op plaats, zodat iedereen mijn loopavontuur kan volgen. En ook de tights, de hardloopbroeken, heb ik laten bedrukken. Zowel het lange model als het korte model. Staat nu mooi duidelijk het logo van de Recreant.